Hallo, mijn naam is Johan Oldenkamp en in deze video vertel ik over een masterclass video die ik heb gemaakt over de tarot. En die masterclass video wordt je aangeboden via de Pateo Academy for Wholly Science. Eerlijk gezegd, ik ben al zo'n 30 jaar bezig met het bestuderen van esoterische onderwerpen. Ik heb de tarot altijd links laten liggen, want ik vond het maar een beetje een rommeltje. Ik zag de logica er niet van in. En pas vrij recent, toen ik er maar eens in ben gedoken, heb ik die logica kunnen ontdekken. En ja, die is zo mooi dat ik die heel graag wil delen. Ja, de tarot bestaat uit 78 kaarten. Een grote arcana of de belangrijke arcana van 21 plus 1 kaarten. En dan de kleine arcana, zoals die meestal genoemd wordt, van 56 kaarten. Ja, samen 78. En ja, dat is inderdaad erg veel. Maar er zit wel degelijk een structuur in. En die structuur gaat nog veel verder dan dan iedere tarotdeskundige die op dit moment is kan vertellen. Ik zal mijn camera even uitzetten, dat is niet meer nodig nu. Ja, ik ga onder andere de onderliggende logica die ik ontdekt heb volledig uitleggen in die video. Sterker nog, dat heb ik al gedaan. En ik ga het ook hebben daarin over de oorsprong. Want hoe oud is het tarotspel eigenlijk? Hoe oud zijn deze kaarten? Ja, de versie die het meest gebruikt wordt is in 1909 gemaakt. Maar dat is nog maar ruim 100 jaar oud. En nou, ik kan er nu alvast wel verklappen, want de oorsprong van deze kaarten ligt in het oude Egypte, in Kemet. Uiteraard zitten allerlei numerologische aspecten verstopt in deze kaarten. En er is een overduidelijke relatie met de Kabbalah. En er is een relatie met het Enneagram. Dit alles leg ik uit in die masterclass video over de tarot. Over de logica van de tarot. En ook waarzeggerij. Je kunt inderdaad met deze kaarten de toekomst voorspellen. Ik beoefen dat zelf niet. En dat leg ik ook uit waarom niet. Maar het kan wel. En die methode om dat te doen leg ik ook uit in die video. En ik bespreek de relatie van de tarotdek zoals we die meestal kennen. Ja, de Rider-Waite-Smith dek, zoals die genoemd wordt, met bijvoorbeeld de oude kaarten, de oude versie die gevonden zijn. Dan gaan we terug tot het einde van de 14e eeuw bijvoorbeeld. Want er is een Italiaanse versie gevonden. Die is rond die tijd gemaakt. Ja, dat wordt Italian dek genoemd. En er is een Spaanse dek. En die grijpt weer terug op het Mamluk Dek uit oude Egypte. Of meer recente Egypte eigenlijk. En het kaartspel zoals wij die nu nog steeds kennen, waar we mee bridgen, toepen, klaverjassen, weet ik veel wat allemaal, hartenjagen, patience, noem het allemaal maar op. Met dat dek, daar is een overduidelijke relatie met de oude tarotkaart. Je zou kunnen zeggen, waar wij nu mee spelen, dat is nog steeds de tarot, maar dan een verbasterde versie. Maar ook dat leg ik allemaal uit in die masterclass video. Wil je die masterclass video bekijken, dan kan dat. Daarvoor vraag ik €5 wanneer je de Holy Science videocursus hebt gevolgd. Heb je die videocursus niet gevolgd, dan vraag ik €50 om deze masterclass video te bekijken. Je kunt het betalen via een bankoverschrift, maar ook via PayPal. Ja, kijk op pateo.nl onder het kopje donaties en dan zie je precies hoe je dat kunt doen. Ja, wanneer je dus deze videocursus hebt gevolgd, deze 30 delen van ieder ongeveer 2 uur. In totaal duurt deze Holy Science videocursus 53 uur en 52 minuten. Dan kun je als een soort kers op de taart de masterclass video over de tarot gaan bekijken. Want eerlijk gezegd beschouw ik dat als een kroon op mijn werk. Ik ben buitengewoon content over de inhoud van die masterclass video. In aflevering 20 van de videocursus over Holy Science bespreek ik de tarot ook een klein beetje, maar dat is eigenlijk maar een heel klein topje. Ik ga nu veel en veel dieper. Sterker nog, ik ga het volledige verhaal uitleggen. Dat kun je zien in de masterclass video over de tarot. Het maakt mij niet uit of je in het Nederlands de videocursus hebt gedaan of in het Engels. Ja, in het Engels kan het ook. En tegelijkertijd is ook die masterclass video over de tarot ook beschikbaar in het Engels. Dus als je alles in het Engels wil bekijken, is dat ook een mogelijkheid. Deze duurt ietsjes langer, deze duurt 13 minuten langer, 53 uur en 35 minuten in totaal. En de masterclass video, moet ik er misschien ook even bij zeggen, die duurt 2 uur en 40 minuten. In het Nederlands, in het Engels 2 uur en 16 minuten. Ietsjes korter daar. Wat is Holy Science? Ik heb het woord al een paar keer genoemd, maar Holy Science in het Engels is het The Wholesome Reunion of Sane Science and Sound Spirituality. En daarmee geef ik tegelijkertijd aan dat de science, de wetenschap die we op de universiteiten aantreffen, niet sane is, oftewel insane. Oftewel krankzinnig, zinneloos, zielsziek. En inderdaad is de ziel daarin volledig verloren gegaan in ongeveer de 17e eeuw. Toen er een splitsing kwam tussen zogenaamde wetenschap aan de ene kant en spiritualiteit aan de andere kant. Want deze twee zijn twee zijden van dezelfde medaille. En het is raar om die uit elkaar te trekken, maar toch is dat gebeurd. En aan de andere kant is de spiritualiteit die we aantreffen in de religies behoorlijk unsound. Dat wil zeggen ondeugelijk, onbetrouwbaar en zelfs ongezond. Wanneer je bang wordt gemaakt voor allemaal dingen die niet buiten je zijn, maar binnen je zijn. Holy Science gaat dus veel en veel verder dan de wetenschap die mensen kennen van de universiteiten. Het gaat ook veel en veel verder dan de spiritualiteit die mensen kennen van de religies. En het laat zien dat het één en hetzelfde is. Nou, ben je daar geïnteresseerd in, dan ga dan die videocursus doen. En als kers op de taart, doe dan ook de masterclass over de tarot. Ja, dit zeg ik in het Nederlands, de heilzame hereniging, want het wordt inderdaad heel. En heling, heilzaam en al die dingen die ermee te maken hebben. Holy, of u nou met een H-O-L Griekse I schrijft of met W-L-L, het is allemaal hetzelfde. Het gaat om het weer heel maken, het weer heel worden. En daarom is de hereniging van deze waarachtige wetenschap en solide spiritualiteit ook heilzaam. En toen maak je zelf ook weer heel. En dat is buitengewoon gezond. En Holy Science moet helemaal niets hebben van dogma's. Ja, iedere dogma is eruit geknikkerd. En het is absoluut niet gammel. Het is gebaseerd op rots. Het is rotsvaste wetenschap, rotsvaste spiritualiteit. Wil je me volgen? Dan kan dat door je te abonneren op deze video's die ik publiceer via het videokanaal van Pateo Media. Gewoon even klikken op abonneren onder deze video en klaar is Kees. Je kunt je ook met mij verbinden via LinkedIn. Ja, zie mijn naam erin op LinkedIn en dan vind je me gelijk. Je kunt me gaan volgen op Twitter. Dit is mijn Twitter-account. En er is ook een Facebook-pagina over Holy Science. Als je die liked, dan krijg je updates over wat er allemaal wordt gepubliceerd vanuit deze twee websites. Pateo.nl is een meertalige website. In 10 verschillende talen vind je daar informatie over Holy Science. En holyscience.org is een Engelstalige website. Ja, maakt niet uit met welke internetbrowser je naartoe gaat, maar daar vind je dus meer informatie over Holy Science. In het Engels heb ik een apart YouTube-kanaal. Daar kun je ook op abonneren. Dan moet je even gaan naar Pateo Media Inter. LinkedIn is hetzelfde. En er is ook een apart Twitter-account in het Engels. Dat heet Holy Science. En de Facebookpagina is inderdaad ook hetzelfde. Goed, dat is deze korte trailer om de masterclass video over tarot aan te bieden. Ik dank je wel voor het kijken hiernaar. Namaste.